is dat dit is een wordingsproces wat voortgaan met jou. Jy is steeds aan die groei. Jy neem steeds risiko's. Ja, ik denk elke dag is een risico. als ik moet besturen, je weet. Ja. Maar die risico leidt daarin dat je kan nooit genoeg leren. Het is een proces wat nooit ophoudt. En ik leer nog elke dag van mijn leven leren dingen. En die geluk is nou wat met mijn Rita en die kinders van mij nou in, wat hulle nou mijn iPad gegeven, want ek kan nie meer lees met my blote oog nie, ek lees met vergrootglase, en hulle het nou vir my die ding gegeven, nou kan ek weer lees. En dit is weer een groeiproces, steeds een groeiproces, die teruggang na wat ek gelees het 50 jaar gelede, lees ek nou met al my oor. Je weet, letterlijk en vergeven. Zo, dit is inderdaad, Corina, de duurvoort werk elke dag. Ja, ik wou later hierbij uitgekomen, maar jij snijdt het nou aan, so kom ons praat daaroor. Skrywers is ook lezers, en dit is definitief waar van jou. Ik denk, jij was een lezer voordat jij een skrywer geworden het. As kind, jy praat in jou boek oor die boeken wat jy gelees het as kind. Wetenskapsfiksie van Karel Keelblok, W.A. de Klerk. Ons kan nou weer terugkom daar naartoe, maar ja, uiteindelik dan Dostojevski. En dit is wat jy my vertel, jy lees Dostojevski nou weer. Ja, dit is nou interessant dat hoe ek daarop afgekom het, misschien moet ek baie kortlik sê. Dat ik die radio bij de SAIK al gekomen toen ik 21 jaar oud was. En als jong omroeper heb ik gezien hoe Anna Neertenpool een radiodrama's opvoer. En ik was nieuwsgierig, ik wil altijd graag leren en kijken hoe worden dingen gedaan. En zij toen de tekst aangehaald en die mensen aan de kant, die glas, die radiospelers, repeteer die dan. En ek hoor iets wat ek nog in my leven nooit gehoor het nie. Taal, woord, begrippe. En ek sê vir haar, sy sê vir my wat jy die tekst sê, en ek die tekst vraag toe, sy sê ja, jy kan hom kry. En daai nacht het ek nooit geslaap nie, want dit was Dostojevski's boek, Misdaad en Straf. En daar het my verbintenis met Dostojevski begin, en nou lees ek hom weer. En dit blijft voor mij, hij is een meester, maar hij heeft ook zijn impact, zoals hulle sê, gehad het in die wijsbegeerte, met die begrip van die enkeling. Ja, ja, die enkeling blij een zoektocht en een onderzoek in jouw werk. Kom, ons gaan weer nog een stapje terug. Hierdie boek het so'n besonderse foto op die voorblad. En dit is natuurlijk een sleutel tot hierdie boek. Dolf, misschien wil jy een bietjie meer vertel van hierdie foto. Wie is op hierdie foto? Hoekom lyk hulle soos hulle lyk? Daai mooi baadjie wat jy aan het. Hierdie blonde seentjie. Ja, dit is eintlik een foto wat nooit moes gebeur het nie. Want daar, op die platteland daar, by my geboortedorp Edenburg, en daar is zo eenmaal per jaar een fotograaf opgedaag. En dan het hy nou so een trokkie gehad of een verring. En dan het die hele dorp min of meer gebruik gemaakt daarvan om een paar fotokies te laat neem. Nou ek kan nie precies onthou hoe dit gekom het dat ek, kijk my pa was een klerenmaker. En toe ek nou so klein was, 5 jaar oud, het hy vir my hierdie dubbelbors pakkie gemaakt. En die is toe nou daar. En toe kom die geleerdheid nou in daarvoor. Ons moet ek aantrek die dubbelbors pakkie. En my broer Yuri, wat so 2 jaar jonger was as ek. En hy is daar en sy ma was baie lief daarvoor om sy hare lang te laat groeien.
achterhoek te oulik gelijk voor die lange haar. En ik is altijd hier mijn haren wat in mijn oog gehangen het gekijkt. En ik denk, dat lijkt nogal een beetje zo. Maar wat er wel gebeurde, die spoedbaantje is nou mijn zuster Catharina Akiti. En ons is toen met die baantje al naar die plein daar voor die kerk. En daar zien we mensen in de achtergrond nog een soort deel van die kerkgebouw. En toen ons daar op die groot plein. En die hebben ons nu staan gemaakt. En dat is waar die foto uiteindelijk genomen is. Maar als ik die dan zo kijk, dan leek voor mij die mannetjes zijn gezicht zo opgetrekt. Ja, ik denk dat die zon was dat in zijn oor. Dat was die zon in zijn oor, maar misschien was hij ook een zinkie wat een beetje onderzoekend en vraagend naar de wereld kijkt. En die zinkie, denk ik, kijk steeds vraagend en zoekend naar de wereld. Voor mij is die voorwoord tot hierdie boek, en dit is eigenlijk, als je enig iets van hierdie boek leest, lees dan die voorwoord, want dit is eigenlijk een sleutel. Een sleutel tot die boek, een sleutel tot Dolfse leven, een sleutel tot sy hele uitkijk en sy die wereld en sy denken. As 5-jarige skryf jy in jou boek, het jy reeds die gewete gehad dat jy op soek is na iets. Weet jy al wat daar iets is? En het jy dit al gevind? Ek moet erken, ek weet nog nie. Want dit is een eeuwige soektocht. Maar dit was nou in later jare. Probeer ek verklaar wat die ochtend daar in die veld gebeur. Maar dit was nou iets wat een mens ons nooit kan verklaar. Maar daar het die soektocht in het begin en later eerst weer toe ek die universiteit toe is. En die ding vir my is so'n bietjie, sal ek sê, ek kon dit een bietjie artikuleer. En soek na, wat is die verband nou met wat ek beleef het? En wat sê nou maar in my in die wereld aan die gang is, op die wijsbegeerte, wat jy ook al wil. En daar het het verskeie gestaltes aangeneem, die soektocht. Maar hier klomp filosofe van Wijk Lou, Nietzsche, Hegel, Heidegger. Hier klomp het antwoorden gesoek. Gekijk, wat is sin? Waar leid het? Maar ek moet sê, ek dink die iets leid in die soektocht. En miskien die einde. Want ons sal nie weet. So ek dink, om jou vraag te beantwoord, die soektocht die voort. En soos iemand een keer gesê het, van baie van jou filosofe het iets probeer in die handen kreeg, so standeloos het hulle dit nooit bereik nie. Ja, ek het die gevoel van ons kan eindelijk nou hier ophou, want jy het nou gesê. Ja, dis het toch. Misschien kan ek toch net een klein bykie uitbrei hier oor wat jy skryf in jou voorwoord. En wat vir my aansluit by wanneer begin bewustzijn. En dit lyk vir my asof jy as baie jong kind sin gehad het van bewustzijn. Ek moet van onthou, dit interesseer my dat jy soveel onthou van jou jong lewe. Is dit reg dat jy vanaf dat jy 5 jaar oud is eindelijk baie dinge onthou en waaroor jy nou skryf? Ja, ek moet erken, ek onthou selfs verloor. Daar is een toneel wat ek onthou toe 3 jaar oud was. En van die trein wat gerei het, daar by Edenburg in die bult opgerei het. En dit was kersttijd. En allemaal was in daar jare natuurlijk baie arm daar. Daar met die dokter en die procureur. En so ons het in die Christmas coast het ons nou een droevruchte gekry. En ek onthou dit vandag nog en die trein was erbij rijden. Maar wat vir my, denk ek van die begin af, is een soort, kan ek het maar so noem, totaliteitsziening van dinge. Dat dinge in mekaar pas, dat dinge
op een of andere manier alles aan de ene loop. En toen kom ik nou naar de universiteit en ik lees daar een fantastische Griekse filosoof Herakleitos. Wat zei de opperman, die opperman heeft een prachtige gedachte over gemaakt. Waar Herakleitos zei, alles vloeit door die tijd aan de ene. En alles is verbind. En dit is bij mij gebleven om dat te doen. Ik denk dat is me nog meer hoe die man zich opgewerkt. Ja, door die tijd loop alles aan een. Jij schrijft over die ontwaking in die zolderkamerkie van die Bloemfonteinse bibliotheek. Dit is, wat is dit, een 20-jarige, 19-jarige zoon. En jij leest Plato, jij leest Leukippos, jij leest Herakleitos, jij leest Nietzsche, van Nietzsche naar Kant, naar Hegel en Dostoevsky. En dit is eigenlijk die filosofie van die existentie. Wat betekent die existentie voor jou? Dat is nog een moeilijke vraag. Ik het, die vlammetje is aangesteekt, die begrip, waar ik daarover gedink en geschreven heb, is die kwestie van die mensen als het alleen wezen. Die Franse schrijver Sartre heeft gezegd, dat beschrijft als die mens op een ijsblok. Hij beweegt iedereen aan. En toen lees ik bij Dostoevsky zijn boek en die Nederlandse vertaling aantekeningen uit het ondergrond. Maar hier wezen van onder die voetplanken af, dus jij zei een zek. Kijk eens naar die baan. En hij zit totale enkeling en vreemdeling voor de Engelsen, de outsider. En dit is mijn beginnen. Daar beschrijf ik toen mij wel een studie maak van. Naar aanleiding daarvan, en toen heb ik de existentie filosofie beginnen, magisterling daarover. Dat een verandering gaat doen. En dit gaat voor die mens op weer zoeken in zijn alleenheid, in zijn enkelheid. En aan die andere kant is hij verplicht om te kiezen. Je kiest elke dag. En sommige keuzes is wat griezelig, ander is het ook een beetje verlicht. Maar dit is een wezen van mij behouden existentie. Nou ja, en van die existentie naar MP van Wyk Louw. Wat jij op een bijzondere manier ontdekt, misschien wil jij iets vertellen van hoe dit gebeurd het. Met Van Wyk Louw's boek. En dan kan ons een beetje praten over Van Wyk Louw's ideeën. Ja, dit was een bijzondere gebeurtenis voor mij. Ons het nou soos Corina genoem het, ons het Kamerkielblok en Mikro het allemaal gelees. Ook voorgeschreven werke gehad van Mikro, die Ruiter in die Nacht, Kaptein Gerik en die dinge. Maar ek het twee neefs, wat al twee schrijvers was, en hulle leef nie meer nie, Willem van der Berg, schrijver van Reizigers naar Nergens, en ook een radioman en zijn broer John, neef John, ook een schrijver en radioman. En toen ik een matriek was, neef John, Willem was een rechte outsider. Maar neef John was weer zijn brief van mijn pa. En hij had elke december dat hij van ons kon krijgen. En die 1 december wat hij aangekomen is, brengt hij naar het boek van mijn pa. Kijk die boek. Daar staan loyale verzet. Maar wat is loyale verzet? En die met mijn pa die boek weer en zei, hier is hij vat op. En daar lees ik toen ook die boek. Ondergaan ik er helemaal een levensverandering. Want die man zijn inzicht en zijn kritische kijk naar dingen. Maar hier is het einde van die boek.
daar hierdie begrippe waar hy sê uiteindelik is ons taak om die waarheid en skoonheid as het ware op een plakkaat hoog deur die skare te dra. En dit het by my sy aristokratiese ideaal het u daar vir my gestap en getrek. Dit is waarom aristokrasie gaan. Ja, en die vreesloosheid om nie as om as 'n enkeling te doen, ja. Nie net in die massa te gaan nie. Ja. So, jy het regtig jou hele lewe, al jou skryfwerk staan in die lig van daardie aristokratiese ideaal. En daardie waarheid. Ja. Jou werk, jou skryfwerk, jou boeke, is allemaal eerder novelles as romans. Jou werk word gekenmerk met 'n sekere soort gestroopheid. Jy mors nie woorde nie. Daar, jy skryf daaroor dat jy daai saadjie by jou al jong tyd geplant is, van minder is meer. Ja, ek dink, Corina, die kwestie van die novelles en die vorm van die skrywer, en dat te doen daarmee dat ek baie haastig moes lees. Jy weet, ek het buiten jy gedink, ek het by drie mense gelewe wat ek lei, ek het ek was by die SAIK, ek het uitgesaai, later by die departement van landbou, nog uitgesaai, vir die radio geskryf, boeken geskryf, en landbou radio aan die gang gehou. So, die tyd wat al was, was baie min. En dit was in die nachte. Dit was al tyd wat al was om te skryf, was in die nacht. En ek dink dit het 'n invloed gehad, maar ek het in elk geval, door alle metriek, ek sal nou nie die skrywer sy naam noem, ons het een voorgeskrewe werk gehad, wat sy een sinnetjie was twee paragrawe lang. dit kon ek nou nie, jy weet, onder die knie kry nie, hoekom skryf van hoe so, en ek dink ek het toen heeltemal die thema gesteld kan toe, oorgehaald, en die gestroopte stijl, met die minimum woorde, waar het dan vandaan kom. Nou ja, die boek is vol verskillende kort sketse, ek het nie getel hoeveel nie, maar hulle raak eintlik aan allerhande aspekte wat ons later sien in sy werk, soos Pony jou duif, wat die begin van jou duivevleerij was. Ja, dit Pony, ach, ek sien hom nou nog. Maar dit is nou maar ook een uitvloeisel van wat ek het in die boekie Skrik om huis toe, een bietjie daarvan vertel, dit is een gedeelte daar wat autobiografisch is in die westerse instructie, vir hoe ek by die duif gekom het. En dit was nou een nageslag van die duif wat ek op die brug opgetel het toe ek so 12, 13 jaar oud was. En toen gaan aangeef by die politie en hy het naai daar het nog die soort werk gedoen. En toe het die baas van die duif van my geskryf en uiteindelik het hy van my duive gegee. En voor die kom nou uit die geslag duive. Maar ek moet toch net hierdie stukkie vertel van Pony. Daar was een man by zo'n tiki kok, daar op Edenburg, hy was een boer. Maar hy het ook in die dorp geboorde en hy het een groe duivel ook goed gehad. En ons is nou een paar ouders wat een duivel het en ek het nou hierdie rechte postduivel gekry. Toen reel hy dat ons een bietjie wetvluchtig aan die gang sit. En toe gebeur het, ons het in die begin het ons op die fiets, ek het nie een fiets gehad, ek het ingeleend. Dan achter die karton in die boks en die duive gesit op die draagbaan en dan rij ons 10 mijl af en af tot by die stasiekie by Betani en daar los ons die duif. Dan moet hulle ook huis toe vlieg en nou jaag ons met die fiets. Kijk op ons en nou, of kan ek nie weet. Dan rij ons hoe, kijk, vlieg hulle so oor die vrystaatse vlakte, weet hulle.
En toe, uiteindelik is daar een wenslag van Potgietersrus en Rus af. Ja, dit is omtrent 800 kilometer van Edinburgh af. Ik zie het leven geschied. Onder andere verboding. En, maar zo zit het nou in die Vrystaatgang hier in Augustus. Waai daai westen. Als ik altijd gesport had gezien, als je wilt zo die stof waai zo bij je voorbij, dan zie je die mensen dan daar gaan die nieuws wat voorbij. Die hele nieuwe van die Zuidwest-Vrystaat weggevakt. En die wind waai ontzaglijk sterk. Ja, en dit raak nou dat te laat, dus een beetje vijf uur en toen is het dus schemer is winter. En daar is niet een tijd te zien, want dus daar in die wind waai ontzaglijk. Die bomen zijn toppen duig zo af. En ze zou echt toe zijn, ja, maar Pony moet komen. Hij moet komen. En onze, toen toe ik nu op die wind kom. We staan boven op die platform, daar ben je met onze wielen. Die is al gedraaid. We staan er een kijk. En we staan er een ja. En schielijk, die is zo laag op die grond. Want dit is hoe die vlieg als je bent zo bij. Zo schielijk kom hier, zie je daar zijn duif. En, heb je twee trappen laten lossen. En het val van die wind af. Kaplaks op die grond. Gelukkig heeft ons tuin gemaakt rondom die. En zo in die grond was die club uit. En ik hardloop op toe en daar is het boel. Toen zit hij. Dus toen hij wat nou, met die story nou gaan, toen hij nou ontstaan bij een landbouwskoop die ook die ook gaat. Die helemaal van de was. Dit is een fantastische story. Dus net zo spanningsvol als wat je om nou vertel is. En dan wees hou jou hart vast, want dit is die fantastische duif. Wat baie, baie vir jou beteken en dan kom hy. Jy krijg een klein traan in jou oor die dag. Nou ja, en dan is daar ook baie mooi sketse oor eerste liefde, ek denk nie jy eerst mooi besef, betekent dit is wat het is nie, maar van vrouwens wat jong meisies, jong meisie, van Jean hier wat belangrijk geworden het vir jou in Edinburg. Wil jy meer oor haar sê? Ja, ek het, ik denk dat ze een papier om een hoofd liet. En dat ik me nooit een hoofd gehad had op school. En, die mensen daar, ik denk ik was daar, wat, die heeft daar geraakt 12 is, met matriek. Ja, matriek. Terwijl nou weer een dorpje aankom. En toen werd ons dier, een ander vriend van mij, Hendrik van Jergen werd later appelrechter. En heeft ons nou zo een beetje vrienden gemaakt. En toen was daar een ander, die dokterse, medische dokterse, zijn dochter, een soort dansie gereeld voor die, voor haar vrienden. En waar ik ook nog bij is. En ik wil niet gaan, maar hij heeft hem later gegaan. En daar ontmoet ik toe voorzien. En tot mijn schande moet ik zeggen, tot vandaag toe kan ik niet dans in Rita geloven. Maar ik kan niet. En ik denk dat was de beproeving van je arme kind. Maar op die manier is onze begin gezels. Het was niet lang niet toe praten voor Rita kunnen. En dit is nou waar ons vriendschap begint. Ja goed, dit was de matriek, mijn matriekjaar. Maar toen ik nou universiteit toe was en terug, want zij was een jaar na mij. Op school toe het sy nou, het ons begin van by het Lou en Opperman is, ek van haar en dan is sy Shakespeare met my. En dit is hoe ons vriendskap nou was. En sy is toe Universiteit Kaapstad toe, waar sy gaan studeren. En toe het ons nou vakantietijen, kon ons daarom nou weer een bietjie poëzie en
goed is van elkaar lees. En dit was, ja, ik weet niet, ek vertel, daar is nou die story dat toen ik bij Israël kaart was, toen werd ons nog al groet. En ik denk dat ik meer geweten zijn. En dan zei ze even dat je ons moet teruggereden. Ik zei ons nou eens toe, ik moet nu morgen op die trein toe, Johannesburg toe. En zij zei, ja, maar goed. En dan praat u bij me, praat u niet, maar ik was er ook aan. En zij zei, wat ga je nou maken als je die sleutels uitgooit? Wat moet ik maken? Je weet. En zei, kijk maar eens hoor. En zei, voor al die sleutels van je moeder, dan gooi je die venster. Maar uiteindelijk kreeg ik die boodschap. En ik zoen af. Dat was nou één zoen in 3 jaar. En dan is daar sketse wat vir my baie interessant is, dat in so klein gemeenskap soos Edenburg, dat jou pa jou stuur om by iemand te gaan woon, te gaan bly oornag, te gaan waak eintlik, blyk dit vir oom, by oom Charles, wat blyk dit stervend is. En dit is toch vir my iets wat ek dink, so iets kan ek my nie voorstel dat mense dit nou doen nie. Met die jongsteen, hoe oud was jy? 12 jaar oud? 13 jaar oud? Ja, dit is die tijd hoe ons nog die zo dan gedoen het. En dit was nogal, ek denk dit is deel van hierdie hele wondingsproces waarvan ons praat. Met wat jy ervaar as een jong mens. Want ek was omtrent so 37, 13 jaar oud. Toe ek nou die ondernuit. Ek het betrekking met my pa een bykie kwalig geneem. Want hy het, in die dag, was daar verskeie mense, wat buiten jy alleen was. So, in sy geval, in Charles, was hy nou die gezichtkokker gehad. En dan het hy gesê, nie maar Kleindorf, sal vir julle, by julle kom slaap. En hy, dan kan julle omstuur. So. En dit is hoe dit nou gebeur het. En met die Charles, daar was ook ander gevalle waar ek mense opgepas het. En ook baie aangename gevalle. Waar ek nou hier sal nou sit op een kanslag gaan studeer. Nou, en dan kreeg ik thee in de koekie. So, dit was, alles was nou nie so hartseer, maar toch uiteindelik vormend, definitief. Misschien moet ek nog iets vraag voordat ek vir julle kans gee om te vraag. Dolf, ons vriendskap kom een lang pad en is ook een vriendskap gebou rondom muziek. En muziek is een baie belangrike deel van jou en van bewustzijn, van wat het vir mens doen. En dit verbind met alle die dinge in die lewe, soos om Charles en dood, en wat is dood en wat is lewe. Wat, hoe het die muziek by jou uitgekom? Ek denk ek moet nou eers hierdie story vertel. Toen ek klein was, het ons al op die dorp, die meeste mense op die dorp is, ek het een paar koeien aangehou. En dit was my werk ook, om die koeien in die kamp te gaan haal. Smira en dan in die melkerij en so. Toen was een dag by een huis voorbij, waar daar mense sing. En ek hoor so half die woorde, en ek hoor, maar dit klinkt vir my daarom wel snaakse. Sê vir my pa, maar hierdie, ek het gehoor oom dinge sal sing, en dat hierdie plaat wat hulle speel, hy sê nie, maar dit is nie ons soort muziek nie. Nou, wat ons soort muziek was, weet ek nie, want ons het eintlik nie muziek gehad. Maar ons het er op school natuurlijk, vry mense bietjie
Je weet, je zang, ik beschrijf me ook hier die kwestie van waar ik een stukje van de Hendelse Largo moet zingen in de kerk. Nou, het moet een ongeluk. Maar al die dingen. Maar dit was nou eigenlijk, zal ik zeggen, nou sporadisch. En toen gebeurde het nou, wat ik beschrijf natuurlijk. Nou, de muziek was, ik was door raar geonderstel om te studeren. En dat was niet na die oorlog. Die Tweede Wereldoorlog. En toen heb ik een andere radio gekocht. Zo'n klein zwart dingetje. En ons kon toen naar iets anders luisteren, want die oorlogsjaren, dat je zei, nee, ons luisteren niet dan niet. Ik ging net die niet hoor. Maar ik zei die andere daar een kansdag en studeren. En hij zei, moet je kan ook van al die beetje naar de radio luisteren. En ik schakel die dan aan. En hier hoor ik nou een stem zei, ons praat met die in die Johannesburgse stadshal. Symfonieconcert, SAIK Symfonieorkest. En die volgende werk is Beethoven's vierde klavierconcert. En die pianist is die bezoekende Sweedse pianist Claudio Arau. En daar gebeurt zoals een loyale verzet op die muziekkant in de midden. En ik heb toen niet vergeten dat ik 4 jaar later in diezelfde stad zal zijn. Ja, maar, en toen heeft dat nou, ons heeft die voorrecht gehad aan de universiteit, heeft daar kijk eens net naar die oorlog geweest. Dat was toen die muziekdepartement. En daar was die om 78 later, snelheid. Maar en die concertmoeder Maamek heeft een groot, wat is het genoemd, gramradio. Is van ja. En zij heeft van mij en mijn vriend Casper Krause, een later professor geworden in de stadsleer. Ze zei, jullie twee kom maar een beetje naar die muziek om plaats te spelen. Toen was het ook gespeeld, maar er was meer liefst, je weet, en op een land zo. Nou ja, en toen ik er ook bij de SAIK kom natuurlijk. Maar ik moet toch zeggen, toen ik nu in mijn derde jaar heb ik die omroeperstoets afgeleid. En ik moest toen in Johannesburg toe voor een onderhoud met die grote mannen daar. En ik moest toen wachten tot ik daar aankom. En die oude HIA's en Commissionerstraat. Moest ik toen gaan zitten naar de wacht en hier komen mensen voorbij gelopen. Met violen. En dat is daar in de groeizaal. En daar beginnen de oefenen. En toen raak je die van die kerk dus opgemaakt. En dan weer hier die leven. Hier, dit is muziek. En hier zit mijn knapie. Die is zijn paar burgervoet is en de violist geworden. Zo dit loopt een lang pad. Maar het doet ons ook in de SAIK wonderlijk. En in die jaren, je weet ons het, dit was nog die plaatopnames, maar ons het fantastische goed natuurlijk gespeeld van die goede componist. En het Tompie heeft mij nogal meegebleven. Dat ik ook wacht in al die kerels. Maar ik zal nu niet daarop uitweiden, maar dit is het geld is te groot. Zeker, mensen wil eigenlijk graag horen wat is voor jou jouw geliefde muziek. Maar ja, hier zit Evert. En misschien moet ik ook sommer vertellen, of jij kan wel vertellen, jij doof, dat die boek het uitgekomen met de serie ook, nee, wat van op met opnames. Is ik graag naar die poëzie? Ja, die serie was een gedachte. Want dat ik die aanzang met verjaardag toen ik 90 geworden vrijdag aan, heeft Pretoria FM,
Martin Jan gebeurde. Hij heeft een week tevoren begonnen om het documentaire samen te stellen. Want hij was, in zijn jong daar, ook in mijn jong daar, een van mijn omroepers bij Landbouw Radio. En hij heeft gedacht, en hij heeft destijds heel wat opnames gemaakt van wat ik gedaan heb. En hij heeft het goed gedaan om te zeggen, kom eens maken een programma. Maar toen breng hij ook die andere goed bij. Van, je weet, die schrijfwerk en zo. En dit is een baie mooi documentaire, als ik het zo kan noemen, gemaakt. Met een tamelijke beeldje van de oude kwaaddoenerij. En dit is hulle toe besluit, sy en Markie, om dit samen met de loon. Te stellen. Voor diegene wat luistert om naar die stories te luisteren. Nou ja, daar is nog veel meer in die boek. Baie sketsen van een leven. En ik zou hier rechtig aanraden te lezen. Dus het is een wonderlijke boek. Baie geluk met jou, boek tof. Zoals ik zei, die voorwoord. Tja, dit is rechtig soos een stukje. Verduidelijking van een hele leer, van een hele oeuvre. Maar misschien moet u enige vraag nou, daar sien ek een vraag.